Dit is Digitaal Parkstad, een informatief programma over de digitale ontwikkelingen in Parkstad. Deze week nemen we een kijkje bij de Knoppenwinkel, een vrijwilligersorganisatie die mensen wegwijs maakt met computers, gsm's, allerlei digitale apparaten. Voor Digibeter dus de ideale oplossing om wegwijs te worden in het digitale geweld van vandaag. Kun je kort even vertellen wat de Knoppenwinkel precies doet? De Knoppenwinkel helpt mensen, over het algemeen ouderen, die problemen hebben met knoppen. Apparatuur waar knoppen aan zitten. En dan moet u denken aan computer, gsm, handy, telefoontjes, maar ook alle andere dingen. We hebben mensen met hartslagmeters gehad of weegschalen. Dus zeg maar alle apparatuur waar knoppen aan zitten. En die zijn tegenwoordig vaak moeilijk om te bedienen. En wat doet de Knoppenwinkel om ze te helpen? Nou, wij zijn iedere dinsdagmorgen hier in Heerlen open, in de Luciushof, van 9 tot 12. En iedere vrijdagmorgen van 10 tot 12 in Hoensbroek in de bibliotheek. En dan zitten we met een aantal instructeurs die dus mensen opvangen met de problemen die ze hebben. En dan vragen we over het algemeen of ze hun apparaten mee willen brengen. Hoe gaat het in de praktijk, het mensen leren omgaan met de laptop in zijn werk? Nou, zoals u hier ziet, eigenlijk is het één op één, dus individueel. Ja, dat werkt het allerbeste. Wat Hendrik al zei, het werkt niet in groepsverband. Ja, de een pakt het wat sneller op dan de ander. Dus, maar de meeste mensen gaan met een tevreden lach aan zijn huis. U wordt dus op het moment uitgelegd hoe de computer werkt? Dat probeert het tenminste. En hoe lukt het tot nu toe? Vrij aardig vind ik. Ik heb hem pas, het is vandaag pas de tweede les die ik heb. Maar ze zeggen altijd dat ik een schouderklopje heb verdiend en dat ik dat al zover al ben. Maar ik oefen ook veel thuis. En wat heeft u tot nu toe zoal geleerd? Wat ik al heb geleerd, dat kan ik je niet uitleggen, knul, dat is, nee. Jawel, wat kunt u dan? Ja, ik de muis bedienen? Ik kan hem aanzetten, ik kan hem uitzetten. Ik kan al googlen, dat wat er boven staat, dan kan ik al diverse programma's intypen. Of intypen met twee vingers, of met ene. En dan kan ik, wat ik graag heb, vissen, muziek, Lady en Lutebeek bijvoorbeeld, of de Flippers, en dan krijg ik dat wel. Wat is het moeilijkste om mensen duidelijk te maken als ze nog nooit met een computer hebben gewerkt? Ja, of ze de motoriek, of ze met de buis kunnen omgaan, de toetsenbord, want ja, de muis, dat moet je dubbelklikken of één keer klikken, het heeft allemaal andere functies. Het toetsenbord, ja, dat is ook iets nieuws. En als je daar de vinger erop blijft rusten, dan lopen er allemaal die letters door. Dus wij bekijken eerst hoe is de motoriek en hoe kunnen we de mensen daarmee leren omgaan. De houding, dat het makkelijk gaat, dat ze in elk geval het idee hebben, ja, dat ding, daarmee kan ik overweg. Ik vind dat ik in de kelderspeltjes toch spelen, schaken. Heb je het erop, dam heb je het erop, 18 jaar heb je het erop, dus, en dat doe ik zonder hulp. Dus je bent al een heel eind? Ik vind dat ik al een heel eind ben, vind ik de mensen. Qua leeftijd, hè? Ik ben tot 79. Wat probeert de Knoppenwinkel bij te dragen aan een digitaal Parkstad? Wat wij daarmee bijdragen aan digitaal Parkstad, is dat niet alleen de jongeren, maar ook de ouderen daaraan mee kunnen blijven doen.